Minister Di Nota Forsweg van Grondbeleid en Bosbeheer zegt dat een aantal mensen die meerdere percelen hebben te Sabaku-project bereid zijn die vrijwillig terug te geven. Gisteren merkte de bewindsvrouw voor aanvang van de vergadering van de ministerraad op dat de resolutie van de president waarin staat dat er geen activiteiten ontplooid mogen worden op het project met een maand is verlengd. Heel veel mensen zijn bereid om dat te doen, om de rust terug te brengen. Zijn we momenteel al bezig met de juristen te kijken, want het is ook een proces om hoe we dat heel snel en makkelijk kunnen oplossen. Dus de meeste mensen hebben vanaf gisteren al de stukken teruggebracht. We praten dan over juridische term prijsgeven. Dat hebben ze ook intussen al getekend, zeg van oké, ik geef vrijwillig terug. En daarna beginnen we dan verder met de andere processen die dan moeten volgen. Momenteel kan ik niet aangeven hoeveel het nu is, maar we gaan heel veel terugkrijgen. Forsweg zegt verder dat in het digitaal systeem van het departement zeker 80.000 mensen zijn geregistreerd die een perceel hebben aangevraagd. Ongeveer 5% van deze mensen is al in aanmerking gekomen voor een stuk grond. Want los van mensen die online hebben geregistreerd, krijgen we ook dagelijks op het ministerie mensen die ook komen vragen. Dus we werken niet alleen met de mensen die online hebben geregistreerd, maar mensen die ook persoonlijk naar het ministerie komen. Dus ongeveer 5% zo van de mensen die alleen online hebben geregistreerd zijn in aanmerking gekomen. Ten aanzien van dubbele uitgifte zijn we bezig te kijken met Emiglis. Want alleen via Emiglis kan je eigenlijk concreet weten van oké, dit perceel is al uitgegeven, het is al ingeschreven daar. Om met Emiglis te kijken van oké, mocht het zijn dat een perceel in 2010 al is uitgegeven en ik bijvoorbeeld wij niet de juiste informatie daar op kantoor hebben en het weer opnieuw uitgeven, moeten ze ons direct melden van hey minister, het is al hier geregistreerd dat het al in 2010 is uitgegeven. En dan wordt dan de burger dan aangegeven van oké, het is al uitgegeven, dus u kunt het dan niet meer krijgen. De bewindsvrouw geeft aan dat de klachten van de werknemers van het domeinkantoor die informatie doorspelen als mensen domeingronden lokaliseren niet van vandaag zijn. Er kunnen alleen waarschuwingen gegeven worden, maar indien iemand wordt betrapt zal dit niet ongestraft blijven, benadrukt Forsweg.